Vorig jaar was ik voor Checkout ook bij het Amsterdam Dance Event. Ja, toen vond ik het echt helemaal fantastisch. En ik heb een goed vermoeden dat dit jaar eigenlijk meer en meer op hetzelfde neer gaat komen. Dus ik ga even kijken. Ik ga in ieder geval naar de Sugar Factory en naar Boom Chicago. Het is nog verrekte lastig om een filmpje te maken over Amsterdam Dance Event. Aan de ene kant wil je natuurlijk de camera een beetje stilhouden voor enigszins normaal beeld. Aan de andere kant maak je constant die beweging gewoon bijna automatisch zien, omdat de muziek gewoon zo ontzettend lekker is. Boom Chicago, zowel als de Sugar Factory waren echt helemaal fantastisch vanavond. Vorig jaar vond ik dat allemaal lyrisch eigenlijk over het hele programma. Daar heb ik ook al een paar tenten gezien toen. En het begint een beetje op te lijken dat er eigenlijk geen enkele tent is die echt de plank mislaat tijdens Amsterdam Dance Event. Misschien is het gewoon zo'n algehele sfeer, zeg maar, die het festival ook zo leuk maakt. En dat je gewoon op plaatsen komt waar normaal helemaal geen dance gedraaid wordt, zoals Boom Chicago hier achter me. Ook al ben je niet eens helemaal into the dance. Volgens mij de hele sfeer en alles, je wordt toch wel opgepikt, zeg maar, en je hebt gewoon echt een fantastische tijd hier. Ik zou het iedereen aanraden. We stappen nu voor Checkout.